Het Dijkmagazijn in Beuningen is meer dan alleen een standaard dijkmagazijn. Het is de thuisbasis voor vele leuke activiteiten voor kinderen uit de omgeving. Met grote regelmaat wordt er een gezellige middag georganiseerd, zo ook deze woensdag. Deze week was het aan de kinderen de taak om een vogelvoedertak te maken. Speciaal voor in de koude wintermaanden. Maar de middag was meer dan alleen maar knutselen. De materialen moesten zelf in de natuur worden gezocht. Komt vrij precies. In ieder geval zeker geen nylon en geen netjes dat gaat zwerven waar de vogelpootjes en de vleugeltjes in terechtkomen. Dus we hebben zaadjes, pinda's waar de vogels van eten. En ze maken zelf vetbollen van zaadjes en gevriesdroogde meelwormen in vet waar de vogels ook weer van kunnen leven. We proberen altijd op de agenda te zetten wat kinderen leuk vinden. En dit is een van de klassiekers. Het wordt volgens mij al tientallen jaren gedaan. Dus wij doen ook ieder jaar in het voorjaar iets voor de vogels. En het is volgens mij zaterdag en zondag vogeltelling. Dus kinderen krijgen ook plaatjes mee van de vogels die ze in de tuin kunnen vinden. En dan kunnen ze zien of ze op hun voedertak zitten. En dan kunnen ze als ze willen bij de vogelbescherming aanmelden welke vogels in de tuin zitten. En tijdens deze middag wordt er door de kinderen een hoop geleerd. We merken wel dat die kinderen het altijd erg leuk vinden en dat sommige kinderen ook heel vaak terugkomen. Ze vinden het al beren spannend om zelf een tak te knippen met een grote tang. Dat is heel stoer. Leren ze ook hoe ze veilig kunnen werken. En ik merk dat ze gewoon heel prettig vinden om met hun handen bezig te zijn. Soms zie je dat ze daar moeite mee hebben. Knoop leggen, knippen, dat soort werk is toch een vaardigheid die ze kunnen leren. En dat kunnen ze bij ons, want ze moeten het zelf doen. Sommige kinderen zijn handig en andere zijn wat minder handig. Dus het gaat al spelenderwijs dat ze leren van ik wil ook die knoop leren leggen. En dan kijken ze het af bij anderen. Andere kinderen helpen en dan leren ze het heel snel. Het is geen pedagogisch didactische knopen, instructie en vastbind uitleg. Dus ze proberen het uit en als ze zien dat het mislukt, zie ik vaak ook bij huttenbouw en andere activiteiten, dat ze enorm gedreven zijn om het toch goed te kunnen. Dus we sporen soms de ouders wel aan van zorg vooral dat het kind het zelf doet. Liever wat klungelig door het kind zelf dan dat je het overneemt en vlug invult. Want zelf leren is het spannendste.